35 jaar geleden zaten mijn vader en mijn moeder in de gevangenis. In twee cellen naast elkaar in Iran. En ze communiceerden met elkaar door op de muren te kloppen. Ze gebruikten Morsecode. Mijn moeder zat in de cel met iemand die Morsecode kende. En mijn vader die kende dat niet. Maar die zei, als je een paar maanden opgesloten bent in een donker hol. En je hoort alleen maar het getik van jouw vrouw waar je net mee getrouwd bent aan de andere kant van die muur. Dan leer je Morsecode. Dan worden die nietsbetekenende klopjes. Dat worden dan woorden en zinnen. En natuurlijk hebben ze ook met elkaar uren, dagen, maanden gecommuniceerd met het doorgeven van betekenisloze berichten. Hey, ik zag je vandaag op de Leidseplein, wat leuk, je had een nieuwe jurk aan. Maar dat was nodig toen, in die cel. En ik heb toen aan mijn vader gevraagd, ik ben zelf na die periode geboren. Wat kan je doen als je niet in Iran bent? Wat kan je doen als je niet in Jemen bent? Wat kan je doen als je niet in Soedan bent? Als je niet in Jordanië bent. En hij zei eigenlijk helemaal niets. Ja, je kan die politici uitnodigen. Je kan misschien hun denkbeelden een beetje aanpassen en hopen dat er beleid uit voortvloeit wat voor jouw land, voor jouw mensen, enigszins effect heeft. Maar in feite moeten de mensen het zelf doen. Je kan helemaal niets doen van buiten. En toen zei ik, ja, moeten we dan niets doen? En toen zei hij nee. Toen ik 35 jaar geleden in de gevangenis zat, zei mijn vader, af en toe hoorden wij van een demonstratie in Denemarken, in Zweden, in Duitsland, Groot-Brittannië, Amerika, Canada. Een demonstratie waar misschien 50 man waren, 100 man. Een hele grote, dat was een demonstratie van 500 man of 2000 man. En toen wij dat hoorden, er ging geen dag van onze gevangenschap af. Maar die dagen dat we dan in de gevangenis zaten, die werden een stuk draaglijker. Want wij wisten dat wij niet vergeten waren. Dames en heren, het is zo mooi dat jullie hier zijn. Het zal die strijd uiteindelijk niet zoveel veranderen voor die mensen in Jordanië en in Iran en in Jemen en in Soedan en al die andere landen. Maar dat zij horen dat jullie hen niet vergeten zijn, dat is zo, zo ontzettend belangrijk. Yeah! Yeah.